Spotclubs worden geraakt door de beslissing van de overheid om kantines dicht te houden en geen publiek toe te staan bij wedstrijden. Net als bij veel verenigingen was het dit weekend stil langs de lijn bij VV Gendringen, waar met name het sluiten van het clubgebouw zwaar valt. Dat hebben we al een keertje gehad. Uh, dat is, vinden wij laat ik zeggen, in eerste instantie voor het sociale aspect uh, niet fijn. Uh, mensen komen niet alleen hier om, om te voetballen, maar ook om gezellig bij elkaar te zitten. Dat valt allemaal weg voor mensen. En dat is, dat is, dat is ook een groot gemis. Naast het feit dat je financiële inkomsten weer mist. En die zijn ook gewoon heel hard nodig. Ook het gemis van publiek bij sportwedstrijden wordt gevoeld door verenigingen. Slechts een select gezelschap is nog welkom langs de lijn. Alleen die ouders die begeleiden en de kinderen hier naartoe vervoeren mogen hier komen. En dan heb je op zondag ook nog een keer met het team van het eerste dat er ook mensen niet mogen kijken. En dat is toch verdomd jammer. Niet iedereen was zaterdag op de hoogte van de maatregelen. Ik denk even naar de neefje kijken, maar ja kon niet. Nou ja, prima dat ze zich aan de regels houden, maar die had ik even gemist dat het bij de jeugd ook was. Bovenal is er op het sportpark begrip voor de maatregelen. Voorzitter, Freeriks wijst naar Duitsland en hoopt vooral dat mensen luisteren naar de overheid. Ik hoop dat wij daar ook van leren in Nederland. Want het niet houden aan regels, dan, dan, dan gaat het helemaal fout. En dan wordt het nog erger. Je moet er niet aan denken als je echt een volledige lockdown zou krijgen, dat, dat er niet meer gevoedeld mag worden. Los van hoe dat financieel met een vereniging gaat. Maar wat dat sociaal voor mensen allemaal niet gaat betekenen. Dan heb je een hele zaterdag niks te doen, een hele zondag niks te doen. Mensen zien elkaar niet meer. En dan krijg je de sociale samenhang wordt ook een stuk slechter. Er zijn mensen die. Uh... Die daar hele dagen over nadenken en uh, ik denk dat we daar dan maar gewoon naar moeten luisteren. Tenminste, vind ik. En, uh, dus ik, ja, ik zou daar niet iets aan willen of moeten aanpassen. Vind ik lastig om te zeggen.